Weet je wat ik ook denk? Kijk, voor hem. Kijk, ik heb hem ontmoet in Vegas. Wie? Ngannou. Oké. Okay. En kijk, zijn verhaal is gewoon, mensen weten niet dat deze jongen rondzwerft in Marokko. En gewoon in de bergen. Je wil niet weten wat ze eten. En uiteindelijk de overstap naar Spanje heeft gemaakt. Dus zijn verhaal, ik denk dat zijn verhaal heel veel mensen kan inspireren. Dat alles mogelijk is. Weet je? Kijk, hij heeft echt een verhaal. En het is niet dat hij eventjes in een wijk heeft gewoond, moeilijk heeft gehad. Wat deze jongen heeft meegemaakt, nou, het kunnen we ons niet voorstellen. Kan je niet voorstellen. Nee, dat is wat anders dan een slechte jeugd in een achtergrond. Daarom, achterstandswijk. Als UFC-kampioen en nu in boksen in twee disciplines. Ja, deze jongen heeft gewoon niks te verliezen. En ik denk dat hij het gaat flikken ook.